Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Sinds de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Zweden in november is Jong Oranje 4 maanden niet bij elkaar geweest. Maar coach Michael Reiziger houdt de ontwikkelingen van al zijn potentiële spelers scherp in de gaten. Ik ben naar de wedstrijd Stoke City Middlesbrough gegaan, omdat we daar 3 spelers hebben. Miljan Manhoef, Keanu Hoever en Raf. Wat is het juiste moment voor een club in het buitenland? Die vraag moeten veel talenten al op jonge leeftijd beantwoorden. Als je een stap maakt, moet je wel heel goed weten waar je naartoe gaat. Dus gesprekken met de trainer, gesprekken met de club. Hoe woon je daar? Hoe is het spelsysteem? Is het spelsysteem goed voor mij? De bedoeling is wel dat je minuten maakt, ook zeker die jongens op deze leeftijd. Als je dat allemaal op groen hebt, dan heb je de grootste kans om te slagen in het buitenland. Zo'n talent voor wie zich al vroeg een buitenlandse club meldt is Jong Oranje International Ian Maatsen. Als 16-jarige wordt hij gevraagd door Chelsea in Londen. Ik zou een contract tekenen bij PSV destijds. En ja, dan hoor je wel van de trainers waar je mee hebt gewerkt. Kevin Hofland, Mark van Bommel ook. Die dan zeggen van, ik ben nog te jong om naar het buitenland te gaan. Want hun hebben het allemaal meegemaakt natuurlijk. Ze zijn oud professionals, ze hebben topniveau gespeeld. Dus daar heb je respect voor om daarna te luisteren. Maar toch had ik het gevoel van, ja, dit is een jongensdroom. En ik zou er echt wel super graag naartoe willen. Een bezoek aan Stamford Bridge zorgt er vervolgens voor dat Ian Maatsen helemaal enthousiast wordt. Ja, ik was jarig. Ik was 16. Of werd 17. En ik wist wel dat we naar Engeland zouden gaan, maar niet een wedstrijd gingen kijken van Chelsea. Dus had Chelsea geregeld met mijn ouders. Dicht op het veld, dus ik zag al die spelers. Hazard, Pedro, Giroud, David Luiz, Willian, echt super grote namen. En toen na de wedstrijd hadden ze nog een verrassing. Dus ik ging naar de Players Lounge. En toen kwam de hoofdscout van Engeland naar me toe en gaf mij toen een shirt. En toen vroeg hij aan mij van wie is je favoriete speler? En toen zei ik op dit moment N'Golo Kante. Was ik super fan van, ik keek graag naar hem. Dus toen zei hij van oké, kom er maar mee. En toen hadden ze me meegenomen in de kleedkamer. Dan zag ik al die sterren. Toen dacht ik van wauw, dit is waar je van droomt natuurlijk. Dat je zo dichtbij die spelers kan komen. En ja, in de kleedkamer gingen ze natuurlijk zingen voor me. Dat was mijn verjaardag. Dat was wel super mooi. En toen kwam ik terug naar Nederland. En toen dacht ik van ja, ik wil alleen maar terug. Maatsen gaat zijn droom achterna en tekent bij Chelsea. Hij wordt door de Londense club 3 keer verhuurd aan Charlton, Coventry en Burnley. Afgelopen zomer keert hij terug op Stamford Bridge. Maar ondanks zijn ontwikkeling ziet trainer Mauricio Pochettino nog steeds geen basisspeler in hem. Ian Maatsen, daar heb ik ook een gesprek toe mee gehad in die periode. Van ja, je volgende stap moet een stap zijn. Daar moet je goed over nadenken, want je moet spelen. Ja, toen ineens kwam Dortmund om de hoek. Ik had met het de coach gesproken, Edin Terzic. En eigenlijk vanaf de eerste phone call die ik had met hun, was het gewoon van ja, ik moet bij deze club aansluiten, want het gaat me beter maken. Dat is fantastisch uitgevallen. Die ja, bij de laatste 8 van Europa in de Champions League. Ja, grote club ook nog en elke wedstrijd spelen. Dus die heeft het echt goed gedaan. Eén! 2, 3, 4, 5.
5, 6, juist! Jong Oranje heeft na 6 wedstrijden de volle buit en is hard op weg richting het EK in Slowakije volgend jaar. De volgende kwalificatiewedstrijd is in en tegen Moldavië. Maar daarvoor staat er eerst een oefenwedstrijd tegen Noorwegen op het programma. Een wedstrijd waarin wij onze speelstijl weer kunnen verbeteren. We hebben Zweden natuurlijk gespeeld. We hebben gezien dat we toch met bepaalde systemen het toch wel lastig krijgen. Dat is de spits van Noorwegen. De spits van Noorwegen die doet in het verdedigend precies dit. Hij staat. Ja? Dus we kunnen 2-1 uitspelen. 2-1, wat moeten we doen? Indribbelen. Indribbelen hè, en proberen het overtal te krijgen aan één kant. Dus dan wordt het toch wel interessant. En als je kijkt naar het EK, denk ik, de betere ploegen. Ja, die zullen allemaal dit soort systemen spelen. Hè, waar ze toch een mannetje meer proberen te krijgen op het middenveld. Hoge druk durven te geven. Dus daarom is Noorwegen ook een goede graadmeter. Debutantenbal, dat vinden we leuk bij Jong Oranje. Welke verwachting heb je van de debutanten? Veel, want ze kunnen goed voetballen. Dat hebben ze laten zien bij hun club. En daarom zijn ze ook hier. Dus we wachten ook gewoon dat ze goed kwaliteit op het veld gaan zetten. Dan zien we in het centrum. Opstelling. We beginnen met Dani. Nana. Wouter. Max. Julie Baas. Julian Baas met Kenneth. Jorel en Tefijn gaan er alleen maar op als we ze echt nodig hebben. Die hebben al genoeg. En het kan ook andere spelers bekijken. Ja, ja. Zorg dat je van buiten naar binnen speelt. Ja? Zorg dat we door die linie komen. Als we door die linie komen en we krijgen dan de buitenspelers en de 10 en de spits aan de bal, dan is het kassa. Zorg dat wij het beste zijn in het positiespel, want dat is ook jullie kracht. Jullie kracht is dat jullie snel kunnen handelen, snel dat positiespel kunnen spelen, van kant naar kant en speel lekker vrij. Ja? Zoek hè, 1-1, paatsies voor jou hè. Kom, succes hè. 1-1, hard langs. Kom maar, nee. Kom, succes hè. Een van de debutanten tegen Noorwegen is centrale verdediger Wouter Goes. Hij is een van de 4 AZ-spelers in de selectie van Jong Oranje. Wouter Goes heeft volgens mij de opleiding genoten bij Ajax en AZ. Hij is bij AZ eigenlijk echt doorgebroken. Hij heeft vorig jaar al veel wedstrijden in het eerste elftal meegedaan. Hij doet dat met flair, hij doet dat met lef. Hij is niet bang. Het spel wat je aan de bal kan spelen is, vind ik erg leuk als centrale verdediger. De ruimte die je krijgt en dan eigenlijk de goede paas zoeken in de drukte wat er is. Maar je moet ook mensen uitspelen met je paas. Juist! En zien eigenlijk waar de ruimte ligt om die paas te spelen. Michael Reiziger ziet dat zijn elftal zoekende is in het begin van de wedstrijd. Scherpe bal en die valt er al in. Dan is het 1-0 voor de Noren. Reiziger zoekt samen met zijn assistent Leroy Echtold naar een oplossing. Kijk, die 16 staat met Baas. Dus als die 16 uitgaat en Baas de derde wordt, dan kunnen we Nana hoger gooien. Ja. En dan hebben we de 3-2, zijn we rustiger. Ja, dan krijgen we Kenneth in de punten achter. Ja. Sowieso, eerst wat je moet herkennen is hoe de tegenstander druk zet. Of ze met 1 spits druk zetten of met meerdere mensen. Met 9 of 10. En vaak komen er ruimtes op het middenveld. Meestal aan de contrakant. Ja. Mogen we het opbouw 3 maken toch? Want het gaat 2-2. Ja, ja. Dus Julia pakt nu het midden. Hè? Maar je moet wel aanvallend vragen. Dat als je de bal krijgt. Dat mogen dat die buitenspeler mag. Nee, hier. Gewoon daar. Gewoon daar. Hè? En dan kan je meteen Millie. Maar als Daan de bal is, Jules uitzakken gewoon met 3. Als Daan gewoon, dan maak je eigenlijk een ruit. En dan is Daan nu de vrije man. Ja, het zijn dingen die je moet herkennen, maar. Hoe vaak je in een situatie komt, hoe sneller eigenlijk dat vanzelf gaat eigenlijk. Super belangrijk dat we makkelijk een positiespel kunnen neerzetten, waardoor de aanvallers 1-1 komen te staan. Dus daarin zijn de verdedigers weer heel belangrijk en de middenvelders natuurlijk. Bogel kijkt, wie is er voor het doel? Oh, de passeerbeweging mislukt en toch kan het! Maar dan moet de bal er nog even worden ingeschoten.
maar Manon krijgt hem er niet in. Manswerk. Oeh, wat een dramatische bal in de breedte. Lekker, boy. Nu doet hij het, nu staat hij hoog. Wie? Ruben, nu staat hij hoog. En is het alsnog 1-1. Kom maar bij, Millie. Ja. Manhoef, goed neergelegd. En dan is geen treffer voor Telen. Ten eerste zijn we te slordig. Te slordig. En de keuzes die we maken, die zijn soms te moeilijk. Hè? We hebben ballen dat ik denk van, als je gewoon nu heel simpel twee keer raken, hè, dan kom je gewoon heel makkelijk doorheen. Dan doen we het niet. En de andere keer is iemand kan het niet en dan doen we het wel. Hè, dus die keuzes, hè, dat maakt als je goed gaat spelen of niet. Ja, dus dat moet je zelf ook zien. Daarvoor ben je hier. Je bent hier omdat je die kwaliteit hebt. Dat je die keuzes goed kan maken. Als ze lager staan, staat het zo. Eens? De middenvelder bij Julian, die gaat uit. Toch? Toen hebben we besloten, hè, om 3 te maken. Ik ken het, dat deed hij goed. Hè, dan kom je hier. Niet hier tussen, maar hier blijven. Hier, hè? Dan zie je, wat gebeurt er nu? Juist. Wie komen er in de half spaces? Back buitenspelen. Back buitenspelen, ja. Dus Nana, je moet in zijn rug. En als je dan de bal hier krijgt, pat, en dan wegloopt, hè, dan gaat hij naar je toe en dan hier. Vrij. Net als in de eerste helft begint Jong Oranje weer matig. Noorwegen komt opnieuw op voorsprong. Nog een keer breed leggen, dan is de kans groot. En dan is het doelpunt daar. Hij loopt eigenlijk door 3 man heen. Die alle 3 vervolgens niet met hem meelopen, Sheldroep. Pook, handig erlangs. Voorzet, levert geen kopkans op. Sissoko! Waar Jong Oranje in de eerste helft de achterstand nog weg weet te poetsen, lukt dat niet in de tweede helft. Noorwegen wint met 2-1. Een harde, maar ook goede les op weg naar het EK. Ik heb goede dingen gezien. Hè. Ik heb ook dingen gezien die echt beter moeten. Hè. Als wij strakjes op het toernooi echt wat willen bereiken, hè, dan moeten bepaalde dingen echt beter. Durf vooruit te voetballen, durf vooruit te verdedigen. Als je die goal ziet, hè, we hebben 3 vrije mensen achter. En niemand neemt een stap vooruit om die man af te stoppen. Dat kan niet. Dribbelt hij iedereen voorbij. Al simpel. Geen eens dat hij honderden schijnbewegingen maakt. Dan lopen jullie gewoon voorbij. 3 vrije mensen hebben we. Niemand gaat erin. Dat kan niet. Het is jammer dat we daarop worden afgestraft. Maar in mijn ogen is dat helemaal niet zo erg. Want we hebben met beelden heel duidelijk kunnen aantonen wat we dan willen in zo'n situatie. En nu gaan we kijken als die jongens dat ook gaan oppakken. Stoke-on-Trent. In de Engelse Midlands is de stad van darter Phil Taylor, zanger Robbie Williams en van de plaatselijke trots Stoke City. Ja, dat is wel een mooi stadion, of niet? Ja, toch? De club degradeerde in 2018 uit de Premier League en eindigt sindsdien stevast in de middenmoot van het championship. En toch ziet Miljan Manhoef het wel zitten. Ik heb nu denk ik 7 jaar bij Vitesse gespeeld, 7-8 jaar. 4 jaar in de Eredivisie. En ik was wel toe aan de volgende stap. Vorig jaar zou ik misschien een binnenlandse stap maken of in de zomer. Nou, dat kwam er niet van en toen dacht ik wel bij mezelf van dan wil ik wel een nieuwe uitdaging in het buitenland aangaan. Voor mijn moeder niet zo leuk. Maar het is ook leuk, dat zeg ik. Een nieuwe ervaring, nieuwe omgeving. Het kan je maken, kan je breken. Dus kijken wat het bij mij gaat doen. Als je naar het buitenland gaat, maakt eigenlijk niet uit hoe oud je bent. Het is altijd een avontuur. Ik heb deze auto pas 2 dagen, hè, dus ik weet niet of jullie veilig voelen hier al. Het is de eerste 2 dagen hier al deze auto. Dus. Het is echt heel anders, vooral rotondes is anders. En ik ga eerlijk zeggen, ik heb geen idee hoe ver ik aan de zijkant zit. Volgens mij ga ik wel even een stoeprandje raken. Ik moet er wel in en uit springen, zo groot is die auto. Dus.
Ik heb ook dit huis zo groot genomen omdat ik gewoon echt familiemens ben. Dat gewoon echt ze altijd kunnen komen van mij. Ja, dus heb ik hier gewoon die keuken. Wel gewoon eigenlijk, dit is de hele ruimte, maar dit is te klein. Als ik veel familie heb, weet je, daarom doe ik daar nog gewoon een grote bank. En dan heb je hier gewoon, ja, voor mezelf. Of... Wil je ook boven kijken? Bed is gisteren gekomen, zelf in elkaar gezet. Ik ben er trots op, duurde 3 uur, maar zelf in elkaar gezet. En dan, ja, die boys kwamen hier al slapen, Ryan Flamingo dus en Mo Sanko. En er is wel hier al een trein achter. Dus we gingen dan slapen en dan in de avond kwam een trein langs. En we zegt, hey, schreeuw in het huis. Je hele huis trilt, man, wat is dit? Daarom heb je dit huis zo groot, maar omdat er een trein is, daarom is het zo goedkoop waarschijnlijk. Dit is de tuin. Oh, redelijk groot, toch? Ja, je leeft gewoon je droom, denk ik. Al die jongens, ook bij Jong Oranje, die leven gewoon allemaal hun droom. Ja, mijne ben ik nu mee bezig en misschien kan ik nog verder dromen, dus ja, daarvoor ben ik hier en kijk hoe ver ik kan schoppen. Mirjam Manhoef, die heeft de overstap naar Stoke gedaan. Dat was op het eerst gezegd van, nou, Stoke, hè. Hij is natuurlijk gedegradeerd naar de championship. Doet het dit jaar in de middenmoot naar beneden. Dus daarom dacht ik van, nou, je kan wel misschien een niveautje hoger, toch? Ja, dit is kleedkamer. Mijn plekje is deze. Voor mij is dit gewoon een hele goede stap, stapgewijs. En heel veel jongens die bijvoorbeeld vroeg waar je naar kijkt als je ermee speelt, die waren dan zo en dan gaan ze steeds naar beneden. Maar ik ben nog jong en als ik hier al 2 jaar stinkend mijn best doe en ik doe het heel goed, dan is de stap naar de Premier League niet zo groot. Dat is het beste. Maar nadat ik daar ben geweest en ook met hem heb gesproken, maar ook hoe hij in het elftal speelde, en zag ook hoe die spelers op hem reageerden. Ja, dan dacht ik van, nou, je hebt wel een goede stap gezet. Ze zijn allemaal echt heel fel, fysiek, snel. Sowieso moet je aanname echt goed zijn. Want dat zeg ik, ze zitten echt heel kort op. Maar ja, als je aanname goed is, dan zijn ze ook heel gretig. Dus dan kan je ook heel snel weg zijn. Het was een wedstrijd tussen nummer 17 en nummer 14. Redelijk vol stadion. Sfeer fantastisch. Hij gaf ook nog aan, ja, dit was best wel zwaar voor mij. Dus hij wordt ook nog fysiek sterker. Dus al met al denk ik dat hij een hele goede stap heeft gezet. One in a million, hè? Grapje, grapje. Yep. Het Nederlands voetbal heeft de laatste jaren een luxe positie als het gaat om centrale verdedigers. Oranje kan beschikken over verschillende wereldtoppers. En er klopt nog meer talent op de deur. Eén van hen is Jorrel Hato. Jorrel is een fantastische jongen. Leergierig. Het moet ook wel als je zo jong bent en je bent al in het eerste van Ajax. Speelt alle wedstrijden. Ik had niet verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan. Mijn eerste jaar Eredivisie. Eerste jaar Jong Oranje. Ja, ik ben pas 18 natuurlijk, maar een beetje een begin van iets wat heel mooi kan gaan worden. Hij heeft ook al een paar keer de band gedragen voor bij zijn club. Dus altijd al zijn het goede seinen. Fantastische bal, Jorrel! En ja, dat er mooie dingen gebeuren en minder mooie dingen, ja, dat is het leven. Dus ook de situatie waar ik nu in zit bij Ajax, dat neem je uiteindelijk ook weer mee, voor later en nu. Wat ik je steeds zie doen, daar word ik echt helemaal gek van. Van mij? Ja, let op. Als tegenpartij de bal vrij hebt, ja, en ze willen jou en jouw man komt naar de bal toe, ja, dan moet je niet zomaar instappen. Want dan gaan ze in jouw ruimte lopen. Dan gaan ze in jouw ruimtes constant lopen. Dus wat doe je? Eerst voor je, hier, Noah staat bijvoorbeeld nu voor je. Jij gaat eerst Noah zorgen dat hij in die lijn van jouw man staat. Ja? En jij kijkt alleen of die tegenstander hem gaat daarheen gaat spelen of hij gaat hem hierin spelen. Als hij hem hierin gaat spelen, dan moet jij hem hebben. Snap je? Maar als je denkt van ik ga het niet halen, ja, dan moet je gewoon ophouden.
Dan moet je niet die ruimtes daar zeg maar, in je rug weg gaan geven. Ja? Dat hoef jij niet te doen. Je moet als verdediger zo het spelletje kunnen lezen, denk ik. Je ziet wat er gebeurt op het veld en daarop moet je anticiperen. En als je de bal verliest, wat doe je dan op dat moment? Verdedig je achteruit, verdedig je vooruit? Ja, hier bij Jong Oranje verdedig je altijd vooruit, bij Ajax ook. Maar het heeft ook te maken met wie voor je staat. Dus jij gaat nu op die Noah letten, want Noah gaat in die lijn van jou moeten lopen. Snap je? Ja, of Ian. Ja? Dus je stapt niet in als je hem niet hebt. Maar het klinkt wel logisch natuurlijk, als centrale doorstap, dat de ruimte in je rug komt. En als de bal dan vrij ligt, ja, dan kunnen spelers in die ruimte gaan lopen. En kunnen ze daar gevaarlijk worden, want je bent de laatste man. En snelste weg naar het goal, dus ik snap wat hij bedoelt, ja. Dan blijf je gewoon in je positie staan. En je probeert het nog recht te coachen. Ja? Als je uitstapt, dan heb je hem. Ben je het mee eens of niet? Die wil ik echt eruit halen, man. Het is niet alsof ik nu de beste verdediger ben. En dat is het wat ik uiteindelijk wil worden. Dus dan zou je eigenlijk met alle kennis die ik nu heb, met alle kwaliteiten, dat allemaal nog naar een hoger niveau moet om uiteindelijk op de top van de top te spelen. In Chișinău, de hoofdstad van Moldavië, speelde Jong Oranje de 7e kwalificatiewedstrijd voor het EK. De vorige 6 werden allemaal gewonnen. Winst in Moldavië betekent dat Jong Oranje het EK bijna niet meer mis kan lopen. Nou, Moldavië is niet een tegenstander die je onder druk zal zetten. We staan met 11 over de 16 en is het altijd moeilijk om er doorheen te spelen. Morgen wordt het zaak om gewoon je geduld te houden. Een dag voor de wedstrijd tegen Moldavië traint Jong Oranje in het stadion. Ik moet oppassen, want ik hoor net dat die sproeiers zouden aangaan. Dat we niet midden in die sproeiers staan. Om de gasmat in perfecte conditie te krijgen, wordt er vlak voor de training nog even gesproeid. Nee. Kunnen we het net dan niet doen, Mike? Kunnen we niet... Godverdomme. Ik ga gewoon fucking filmen. Stinkt ook nog, man. Hebben ze mijn beeld, denk je? Wat? Hebben ze mijn beeld? Ja. Ik vond het prachtig. Maar ik kan toch altijd eruit knippen, hoor. Hè? Ja, dat gaat niet gebeuren. Blauw, Jorel, Million en zijn broer. Myron? Twin niet. Twin? Hey, maar Twin is winning, dus we gaan winnen. Ryan! Hey, Mike! Oh. Ja, Oranje eruit! Geel begin! Goeie bal! Ik zag gewoon dat de energie bij deze jongens wel eraf spat. Ja, dus daar ben ik echt wel heel tevreden over. Oh, bloedjes! Lekker blauw! Hey, Twinnies! Foto, kom. Blauw, winnaar! Top! Als wij druk op hun kunnen houden, dan spelen we ze helemaal gek vandaag. Overal waar wij de bal verliezen, agressief druk. Niet in een teleurstelling zitten, meteen druk op de bal. Dan krijg je hem meteen gratis terug. Laten ze niet ontsnappen. Tijdens de wedstrijd is het gewoon oorlog, dus ik zou er alles aan doen om diegene uit zijn spel te halen. De grens opzoeken. Speel van kant naar kant, komen er vanzelf ruimtes. Met de paas tussen de linies kan je 3-4 spelers wegspelen en naar voren gaan. En dat is iets wat ik heb. Misschien daarom dat de trainers me zo vaak opstellen. Meteen energie in die wedstrijd. Bij de kelpakken niet meer loslaten. En heel veel succes. Maar 3 spelers zijn over van die wedstrijd tegen Noorwegen. Dus met maar liefst 8 nieuwe spelers begint Reiziger aan deze wedstrijd. Netjes. Deze schietkans uit de tweede lijn te komen. Zo kan het ook. Keurig uitgespeeld. Rens die hem erin schiet. Goed gecoacht.
Goed gecoacht van Kenneth volgens mij. Ja. Ja, je hoorde het, hè? Draai. Ja, draai, boom. Fantastisch gespeeld. Goed gespeeld. Nou, daar is hij weer. En nu de bal. Oh, op Taylor. Je moet iets meer lopen. Hè? Iets meer gaan lopen erachter. Kijk, dit soort dingen. Ja, dat doen we al de hele tijd, hè? Heb ik het gevoel. Regeer. Maar daar kunnen we daar niet scoren. Lekker voor ons, boys. Ja. Het was hem echt gegund. Beste man van het veld. Ja. Millian Manhoef heeft grote dromen. En die dromen gaan niet alleen over voetbal. Mijn droom is eigenlijk het beste wat ik eruit kan halen in mijn carrière, eruit halen. Dat is gewoon belangrijk voor mij, dat ik gewoon alles eruit haal wat ik eruit kon halen. En dan gaan stoppen, lekker vroeg, en dan gaan boksen. Mijn broer is een bokser, mijn vader ook vroeger, weet je. Ik heb eigenlijk wel meer talent met boksen dan met voetbal. En dan daar mijn ding doen en dan heb ik twee sporten dan een beetje veroverd en dan ga ik niet meer uit de geschiedenis boeken. Dat is mijn ultieme droom. Ten eerste moet je dit blijven doen. Je moet die bal heen en weer laten gaan. Wie komt er vrij? Tussendoor. Hè? Juri die komt vrij, maar je moet die bal laten gaan. Dus je moet het hier eerst investeren met de bal. Hè? En dan moet je kijken, hè, als je Juri kan bereiken. Heel belangrijk voor jou, Noah. Kom niet hier tussen. Ik zou je zeggen waarom. Als je hier blijft, dan kunnen ze niet doordekken. He, maar als jij dus hier gaat, dan kunnen ze wel doordekken. He, want jullie spelen echt heel goed. He, maar je moet blijven investeren. Ja, kom op, meteen investeren. Hop. Naar de trainer en de vierde meteen. Hop, kom maar. Kom. Oké, mooi. Hou die bal. Iets te laten starten, Kenneth. Ja, iets te stil. Taylor. Ohio. Op de bommel voor het doel. Delen, Ohio, het is geen buitenspel, dan is het 3-0. Ja. Prachtig gedaan, Ohio die hem ineens meegeeft. Van Bommel die scoort. Dat is goal. Wow. Hey, Wout! Prima bal van Goes, de voorzitter. Poku die mist. Oh. Ja, Wout. Hij geeft hem toch. Oh. Taylor. Maar goed, 7 gespeeld in groep C. 7 overwinningen. 3 punten, jongens. Geen tegengoal, dus dat is wel aan de ene kant goed. Maar ik denk we kunnen wel verbeteren met de kansen benutten. Zal ik aan of niet? Ja, ik heb van je genoten. Ik heb van je genoten. 21 doelpunten voor, 2 tegen. En nog 3 thuiswedstrijden voor de boeg. Blijven ongeslagen. We hebben een fantastisch doelsaldo daarvoor. Dus het is knap. Ja, gefeliciteerd. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING.